Breda Nu. Je weet het meteen. Ik ben Colinda van Hoek en ik werk hier als activiteitenbegeleidster. En ik ben Gretchen van de Heuvel en ik werk ook als activiteitenbegeleidster. Ja, daar groei je zo in en ik werk heel graag met dementerende mensen. Dat vind ik fijn om er nog iets aan te kunnen bieden. Nou, ik weet dat er in een heleboel gemeentes werd er al een ouderenverwendag georganiseerd, maar hier in Breda nog niet. Dus vorig jaar zijn ze daarmee gestart. Ja, de meeste mensen vinden gewoon alles wat je organiseert leuk. Een extra aandacht is even weg van het dagelijkse gebeuren. Dat vinden ze gewoon altijd leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk dat zulke dingen georganiseerd worden. En ik vind het ook hartstikke leuk dat wij daarin onze bijdrage mogen leveren. Nou, ik vind het fijn dat de bewoners eens een keer verwend worden en dat er zo'n dag wordt georganiseerd. Ja, ik ben Michelle Rijntjens. Ik werk op de administratie binnen Avans Hogeschool bij de bedrijfsvoering. Het is eigenlijk tot stand gekomen voor studenten, voor tweedejaarsstudenten. Zij moeten het vrijwilligerswerk doen als opdracht voor school. En daarbij is eigenlijk meteen geopperd dat de medewerkers ook mee zouden doen. Ja, we vorig jaar heel veel, vorig jaar deden we voor het eerst mee met Avans. We hebben daar heel veel goede reacties van ontvangen. En je merkt dat het voor mensen echt een plezier is. Nou, ik vind het vooral een mooi initiatief, ook vanuit Avans, dat zij dit sponsoren. Ja, en ik hoop dat we zo vaak de ouderen een leuke dag kunnen bezorgen. Ja, ik ben Tess Franke. Ik ben activiteitenbegeleider hier bij TB Heuvel. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat ik zorg dat de mensen een dagbesteding hebben. Zoals activiteiten als sjoelen, wandelen en dat soort dingen eigenlijk. Dus ze worden eigenlijk bezig gehouden over een hele dag. Want ja, wij kunnen vaak niet al heel grote activiteiten doen, omdat het natuurlijk best wel veel vrijwilligers kost en dat soort dingen. En dan is het heel fijn dat anderen ons daarin ondersteunen. Heeft u tijd over? Hebben de mensen tijd over? Wil ze iets betekenen voor onze ouderen? Dan ben je altijd van harte welkom. Want ja, wij kunnen gewoon heel veel vrijwilligers gebruiken. Of scholen die ons iets willen aanbieden of willen helpen. Ja, daar zijn we gewoon heel blij mee, ook namens de bewoners. Want daar genieten ze gewoon heel veel van. Ik ben Iris, tweedejaars student van maatschappelijk werk Avans. En met alle tweedejaars zetten wij ons in voor Nationale Ouderdag. Ja, ik denk wel dat veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Maar ik denk ook zeker dat het nog meer mag om nog meer mensen hun wensen te laten uitkomen. Dat ze dat zeker ook verdienen. Ja, zeker. Zeker. Vooral mevrouw die ons hiervoor heeft gevraagd. Die is heel enthousiast, helemaal blij dat het geregeld wordt. Super lief ook dat ze dit voor de mede-ouderen doet. Dus ja, zet je allemaal in voor de eenzame ouderen. En doe wat ze leuk vinden.